huis zonder schoorsteen met zo'n rooster in de grond. Daar past niks doorheen dat vierkant is of rond. Ik zet toch mijn schoenen daar, alle maten links en rechts. Een pook, wat hout en oude kranten, het lijkt net echt. Alma woont in een huis zonder schoorsteen. Samen met haar vader, die vindt dat je best zonder spullen en cadeaus door het leven kan. Alles lijkt mis te gaan, totdat Alma op een nacht besluit om op het dak te gaan zitten. Ik ben zo blij vandaag, ik heb iets goeds gedaan. Duizenden pakjes vannacht op het paard vervoerd en... Alma en haar vliegend paard. Een spannend verhaal met nieuw geschreven liedjes over het Sinterklaasfeest door de beste muzikanten uit bekende acts als De Kik, Henny Vrienten en Lea Kliphuis. Een vertelling door romanschrijver en hoorspelmaker Hanneke Hendricks. Alma en haar vliegend paard is een voorstelling waarin Sinterklaas de achtergrond is en waar kinderen worden meegenomen in een verhaal dat ontroert, een glimlach op de gezichten tovert en ze misschien zelfs laat dansen en zingen.